week stond de wedstrijd tegen Ajax op het programma. Na de eerdere verliespartijen waren de verwachtingen hoog gespannen, maar helaas. Ja, was van ons niet zo'n goede wedstrijd, maar goed, iedereen heeft gisteren gezien wie Schalke afgemaakt worden is van Ajax Amsterdam. En Ajax is in deze moment zo sterk, zo goed. We hebben natuurlijk na 8 minuten direct 2 doelpunten gekregen, waar we daarvoor ook over gesproken hebben. Traoré komt in de bal, draait zich, daar hebben we de hele week over gesproken. Theoretisch kan je dat ook heel goed overspreken, maar je moet dan nog in de praktijk het laten zien. En Ajax was veel te goed. We hebben een beetje een balans gehad voor en na Verdi's doelpunt. Daar waren we zo'n beetje daarbij. En misschien kan je nog een 2-3 dan doen. Dan heb je een kleine kans. Maar Ajax is te sterk. Ik denk ook voor iedere Nederlandse teammoment. Bij de vorige wedstrijd deed je eigenlijk een oproep aan de fans. Hoe vond je de fans tijdens de wedstrijd? Ja, geweldig. Super. Kijk, in het moment, we weten ja ook dat wij niet zoveel punten pakken. En in het moment ook heel veel praten. Over ons wordt ook heel veel wat gezegd, maar die supporters zijn super. Also, daar kan ik alleen, als ik een hoed kan ik alleen dat doen. Dat is geweldig wat ze met ons doen, voor ons doen. En ik hoop echt tot de laatste minuut. En wij proberen natuurlijk ook alles, cadeautjes voor de fans te doen, maar ons lukt het in het moment niet. Aanstaande wedstrijd tegen Twente zijn er 600 supporters in het uitvak. Wat gaan ze zien? Ja, Twente natuurlijk individueel heel goede offensiefspelers. Ik vind Ünal een speciale speler, echt een topper. In de omschakeling offensief spelen ze heel vaak de bal centraal. Dan moeten we uitkijken dat we de bal daar wegkrijgen. En omschakeling offensief en weer onze dingetjes te doen. En we kijken nog in welk systeem we spelen. En ik denk de tegenstander heeft weer met balbezit, maar dat is het hele seizoen zo. En die kansen die we creëren kunnen, en we creëren nog wat in Twente, moeten we scoren. Heel eenvoudig. Ik vind 2017 altijd een beetje anders dan 2016. 2016 was alleen vechten, alleen toeval, alleen knokken. En we spelen nu ook een beetje voetbal, maar we kunnen het in het moment niet in resultaten omzetten. Maar we gaan eigenlijk met een normale gevoel naar Enschede. Er gebeurt van alles met de club. Ook intern gebeurt er een hoop. Merk je dat in het team? Wordt er over gesproken of hou je er niet mee bezig? Nee, die praten erover. Die zijn toch iedere dag daarop. Ze praten denk ik meer met de mobiel als met andere mensen. En op zijn mobiel dan krijgen ze alles. Ne? Zo, en dan kijken ze erop, dan praten ze over. Ik heb een goede band met de spelers, dan praten we ook even zo over. En dan zeggen we, goed, wat hebben we daarmee te doen? We moeten op het goede veld laten zien dat wij voetbal spelen kunnen. En kijk, als je 10 nederlagen en 11 wedstrijden hebt, dat nu iedereen wat roept, dat is ook normaal. Hoe zie je het komende programma tegemoet? Ja, we hebben 4 finales. We hebben 4 finales en je ziet ook, de laatste week zegt iedereen, Sparta wint maar eenvoudig tegen Excelsior. Ja, zo is het ook niet. Zo, en we hebben nu in Twente, we hebben hier Twente gewonnen 3-2. En proberen ook in Twente te winnen. Zijn er nog bijzonderheden? Bijzonderheden zijn alleen Mikael Dierenstam kan niet spelen. Die doet nog individuele training. Ik denk volgende week komt hij weer in teamtraining. En Ali Messaoudi komt vandaag terug. Die was bij de begrafenis in Marokko bij zijn vader. Zaterdag om 20:15 in de Goldsvesten in Enschede. FC Twente NEC. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.